Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Tessa. Tessa staat regelmatig op de weegschaal om te kijken hoe het ervoor staat met haar gewicht. En wat ziet ze dan? Ze ziet daar regelmatig enorme schommelingen in. Schommelingen die ze eigenlijk over het algemeen niet goed kan verklaren. Zo kan Tessa van de ene op de andere dag zomaar een kilo of zelfs meer aankomen. Kijk, en als ze de dag daarvoor, voordat deze kilo in gewichtstoename plaats heeft gevonden, dan ook een enorme eetbui in calorierijke voeding zou hebben plaatsgevonden, dan zou ze een dergelijke schommeling in haar gewicht en dus de aankomst van opeens een dikke kilo nog enigszins kunnen begrijpen. Maar dat is niet aan de orde. Tessa heeft niet dergelijke eetbuien. En toch merkt ze dat haar gewicht enorm schommelt en pieken en dalen vertoont, met name pieken, en dat ze dus zomaar een kilo of zelfs meer in een dagtijd aan kan komen. En dit begrijpt ze dus niet, omdat ze altijd heeft begrepen, ja, gewichtstoename is het gevolg van een te hoge calorie-inname ten opzichte van hetgeen je lichaam kan verbruiken. En dat moet dan opgeslagen worden en dat brengt een gewichtstoename met zich mee. Maar wanneer die flink hoge calorie-inname niet van toepassing is op de dagen dat opeens haar gewicht stijgt, ja, dan snapt ze dat dus niet. Dus de vraag van Tessa is, hoe kan het dat mijn gewicht zo sterk schommelt en ik zomaar van de ene op de andere dag zoveel aan kan komen? Nou, Tessa, we leren inderdaad dat je gewicht zal gaan stijgen wanneer we meer calorieën met onze voeding binnenkrijgen dan hetgeen ons lichaam kan verbruiken. Dus op het moment dat we heel calorierijk hebben gegeten, dan snappen we, dan stijgt ons gewicht. Maar deze caloriebalans waar we het vaak over hebben, is niet het enige wat je lichaam in balans tracht te houden. Het menselijk lichaam is voortdurend, echt constant, bezig met het bewaken van een evenwicht. Een balans. Een evenwicht welke samenhangt met stabiele bloedwaardes. En dan hebben we het over een stabiele bloedsuikerspiegel, een stabiele bloeddruk, een redelijk stabiel vochtgehalte in de bloedbaan, een redelijk stabiele osmolariteit, hoeveelheid opgeloste stoffen in de bloedbaan, en een redelijk stabiele zuurtegraad, een lichtbasische zuurtegraad in de bloedbaan. Daar hangt dat evenwicht, hangt het mee samen. Maar dat evenwicht, die balans, die dus niet alleen maar met calorieën in versus calorieën uit te maken heeft, die wordt voortdurend verstoord. Door allerhande invloeden, maar waaronder ook jouw voeding. Jouw voeding heeft namelijk invloed op je bloedsuikerspiegel, je bloeddruk, het vochtgehalte in de bloedbaan, de zuurtegraad in de bloedbaan, de osmolariteit, hoeveelheid opgeloste stoffen in de bloedbaan. Nou, en hoe zit het? Jouw lichaamssamenstelling, dus je vetmassa, spiermassa, vochtmassa, zal wijzigen op het moment dat jouw bloedsamenstelling wijzigt en jouw lichaam acties moet gaan ondernemen om die gewijzigde samenstelling van jouw bloed en dus de verstoorde homeostase, de verstoorde balans, het verstoorde evenwicht weer te herstellen. En die acties, ja, dat maakt dat ofwel wanneer een bepaald gehalte aan stoffen in de bloedbaan daalt, dat dan stoffen
uit jouw weefsels afgebroken moeten worden of onttrokken moeten worden om terug te brengen in de bloedbaan of gevormd moeten worden in jouw weefsels om dat ideale niveau te herstellen en dus hè, het dalende gehalte weer te verhogen. En aan de andere kant, als het gehalte aan stoffen in je bloedbaan stijgt, moeten er ook allemaal acties moeten er plaatsvinden in je lijf om dat gestegen gehalte weer te laten dalen. Dus moeten de stoffen verplaatst worden naar de weefsels. En dat heeft dus invloed op de samenstelling van jouw lijf. Je vetmassa, spiermassa en vochtmassa. Dus naar aanleiding van de schommelingen in jouw bloedwaardes en de acties die je lichaam moet ondernemen om dat te herstellen tot het ideaal, omdat je lichaam steeds gericht is op overleving, wat samenhangt met het bewaken van die homeostase, dat evenwicht, die balans. Naar aanleiding van die acties zullen dus steeds ook acties plaatsvinden in jouw weefsels. Met als gevolg een veranderde samenstelling van jouw weefsels. Dat wil zeggen dat wijzigingen in jouw bloedwaardes van invloed zijn op jouw lichaamssamenstelling. En jouw lichaamssamenstelling, dus vetmassa versus spiermassa versus vochtmassa, ja, dat bepaalt uiteindelijk je lichaamsgewicht, hè? Dus op het moment dat jouw gewicht enorm schommelt, doet dat vermoeden dat jouw bloedwaardes enorm schommelen. Dus behoorlijk vaak pieken en dalen vertonen. En hoe zit het? Ja, jouw voeding is dus van invloed op jouw bloedwaardes. Maar niet alleen met het caloriegehalte welke het bezit. Dus niet alleen wanneer jij calorierijk hebt gegeten, veranderen jouw bloedwaardes. Want jouw bloedwaardes, dat was dus die bloedsuikerspiegel, bloeddruk, vochtgehalte, zuurtegraad en hoeveelheid opgeloste stoffen. Dat betekent dat wanneer jij iets eet wat totaal geen calorieën bezit, maar wel heel veel zout bezit bijvoorbeeld, ja, dat heeft invloed op jouw bloeddruk, dat heeft invloed op de osmolariteit, de hoeveelheid opgeloste stoffen in jouw lijf. Dus ja, dan doet dat wel flinke fluctuaties met zich meebrengen. Alsnog, ook al zit er helemaal geen calorieën in jouw voeding, in jouw bloedwaardes. Waarna dus acties moeten plaatsvinden in jouw lijf die van invloed zijn op jouw lichaamssamenstelling en uiteindelijk jouw gewicht. Dus Tessa, wanneer je merkt dat jouw gewicht zo schommelt, dan doet dat vermoeden dat jouw bloedwaardes behoorlijke schommelingen vertonen. Nou, er zijn dus heel veel dingen, factoren op van invloed. Want dat zijn stressfactoren, dat is nachtrust, dat is stoelgang. Dat zijn heel veel factoren, maar ook jouw voeding. Hoe zit het wanneer jouw voeding een vocht- en voedingsstoffentekort, en dan hebben we het over essentiële voedingsstoffen, een tekort daarin veroorzaakt, dan heeft jouw lichaam moeite jouw bloedwaardes op peil te houden. En raakt dat evenwicht, die balans en die ideale bloedwaardes raken verstoord en kan je lichaam dat niet goed herstellen. Moeten er acties plaatsvinden in je lijf? Gaat je lichaamssamenstelling gaat wijzigen met een gevolg voor jouw gewicht? Want die gaat dan ook wijzigen. Maar ook wanneer jouw voeding overschotten veroorzaakt in niet-essentiële stoffen. Stoffen die je lichaam niet nodig heeft of stoffen die je lichaam zelf kan vormen. Ook dan is jouw lichaam niet goed in staat die ideale bloedwaardes te bewaken. Raakt die homeostase, die balans, dat evenwicht, ideale bloedwaardes raakt verstoord. Kan jouw lichaam dat niet goed herstellen? Moeten er allemaal acties plaatsvinden in je lijf die een invloed hebben op jouw lichaamssamenstelling en dus uiteindelijk de fluctuaties in jouw gewicht. Dus Tessa, als jij minder gewichtsfluctuaties, gewichtsschommelingen wil gaan ervaren, daar heb je niet invloed op. Want ook stress en nachtrust en dergelijke hebben daar invloed op. Maar de invloed van jouw voeding, die kan jij wel beïnvloeden. Want jij hoorde net dat een vocht- en voedingsstoffentekort in essentiële voedingsstoffen behoorlijk wat doet met jouw bloedsamenstelling en of die goed hersteld kan worden door jouw lijf, maar ook overschot in niet-essentiële stoffen. En daar kun jij je voeding op aanpassen. Dus op het moment dat jij je voeding optimaliseert in vocht- en essentiële voedingsstoffen, dan zal jij al meer stabiele bloedwaardes kunnen bereiken. En ook wanneer je je voeding minimaliseert in
in niet-essentiële stoffen. Ook dan kan je al minder heftige schommelingen in je bloedwaardes bereiken. Met dus minder schommelingen in je gewicht tot gevolg. En als jij dan zorgt voor een calorievermindering, maar dan wel dus die optimale aanvoer van vocht en essentiële stoffen en weinig niet-essentiële stoffen in je voeding, dan kan jij dus een regelmatig gewichtsverlies bereiken zonder allemaal heftige schommelingen.